Nou, ik merk dat als ik samen met mijn klant naar de arbeidsmarkt kijk, dat er door de crisis steeds minder vacatures zijn. Werkgevers krijgen steeds meer reacties, soms al 160 op één vacature. Dat maakt het natuurlijk lastig voor onze klanten. En klanten dienen zich dan ook steeds beter te presenteren om in beeld te kunnen komen bij een werkgever. De dienst Werk en Inkomen begeleidt werkzoekenden, bijstandsgerechtigden naar regulier betaald werk. Als mensen daarin terechtkomen, dan kijken we allereerst wat de oorzaken zijn waarom iemand zonder werk is. En we kijken ook hoe groot de kans op werk is. En de eerste keuze is dan om te proberen die mensen naar een regulier betaalde baan te bemiddelen. Een ontwikkeling binnen coaching en reïntegratie is ook dat we veel meer kijken naar de mogelijkheden van een klant in plaats van de beperkingen. Mensen komen bij ons voor een intakegesprek. En naar aanleiding van het intakegesprek wordt de verdere verloop van het traject bepaald. Mensen komen of krijgen individuele coaching of mensen komen in een groepstraining terecht. En wat je ziet in groepen is dat mensen veel van elkaar leren. Ze zitten in dezelfde situatie en ze streven hetzelfde doel na. De rol van de trainer is dan om de kwaliteiten en de talenten van de mensen duidelijk te maken. Om weer pretlichtjes in die ogen te krijgen. Het doel van zo'n training is om mensen arbeidsmarkt klaar te maken. De trend is dat de training en coaching ook vaak op de werkplek plaatsvinden, zoals hier bij Werf 3. We zijn heel blij dat we via het DWI in contact zijn gekomen met Tony. Dat is een programmeur die nu bij ons is. En het handige daarvan is dat je zo'n jongen ook eventjes kunt leren kennen. En dat we hem ook een opleiding kunnen geven die voor ons heel erg belangrijk is. Ik vind het persoonlijk prettig om zo op die manier gecoacht te worden. Als ik dan eenmaal erin vastbijt, dan gaat het wel goed. Daarom is het voor mij heel belangrijk om wel die regelmaat te hebben. Vroeger, weet jij, Onno, dat ik vroeger zelf ook een werkervaringsplaats gehad heb. Oh, is dat zo? Hè? Ja, kandidaten die via DWI bij ons komen, die zijn natuurlijk al een tijdje uit het arbeidsproces geweest. Die zijn niet zo bekend met de bureaucultuur. Maar we merken wel met het coachingstraject wat ze daar gedaan hebben, is dat ze die stap nog veel makkelijker kunnen maken. En voor ons betekent het ook dat ze met behoud van uitkering een half jaar bij ons kunnen zitten. Dat betekent dat we daarnaast ook de tools kunnen aanbieden en de opleidingen kunnen geven om ze tot de goede werknemers te maken die wij nodig hebben. Als werkgever heb je vaak een sollicitatiegesprek met een kandidaat en dan denk je dat is een goede kandidaat. Maar dan weet je niet hoe dat in de toekomst uitpakt. Maar mijn tip is om juist diegene die op papier lijkt wat afstand te hebben tot de arbeidsmarkt, die blijkt in de praktijk een hartstikke goede medewerker te zijn.